Dai, dai. Guarda in mezzo, guarda in mezzo. Nederlands spreekt hij natuurlijk niet. In mezzo. En dus coacht Alessandro, jeugdtrainer bij AC Milan, bravo, bravo, gewoon in het Italiaans. In het veld alleen maar jongens, want de paar vrouwelijke voetbaltalenten die zitten in de dugout bij Alessandro. Maar dat heeft natuurlijk niks met Alessandro te maken. Nou, nee. Niet jullie team? Nee. Het gaat natuurlijk ook om het voetbal. Perfetto. Bravissimo. Bravo Balotelli. Alle jonge voetbalfanaten uit de regio zijn hier in Amersfoort om te laten zien wat ze kunnen. I look the technical, most important, very very important, the technical, the physique, understand? And a good mind. Yeah, good view. Good view, a good mind, no crazy mind, no crazy boy. It's good view, technical, it's physique, is characteristic for the play of the Milan, AC Milan. De twee beste voetballertjes mogen naar Milaan. Samen met allemaal andere voetbaltalentjes uit Europa mogen ze daar trainen en naar een wedstrijd in het beroemde San Siro stadion. En daarom zijn de kinderen deze week super fanatiek. Ben jij een beetje gewond geraakt? Ja, net bij een partijtje hadden we een kopduel en hij kwam hoog met zijn voet in. En ik kopte dus niet tegen. Ik kopte de bal, maar hij kwam ook tegen zijn nop aan. Oh jee. Ja, dat was wel balen. Bravissimo, vai, vai, vai. Vai up. Eind deze week maakt Alessandro bekend wie er naar Italië gaan. La ragazza, the name of the girl, I don't remember. Mike. Dai, Maika, dai. Forza. En misschien wordt het wel een meisje.